autorijder is zwaar gewond geraakt bij een ongeval op de Jeroen Boslaan in Eindhoven. Dat gebeurde zondag op maandagnacht. De motorrijder kwam in botsing met een BMW en ging onderuit, op de kruising met de Hobbemastraat. De verwondingen van de motorrijder waren zo ernstig dat ambulancepersoneel niet wilde wachten op een traumahelikopter uit Rotterdam. De motorrijder is daar met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De weg is lange tijd dicht geweest voor sporenonderzoek. Door verschillende zware incidenten in de regio duurde het even voordat specialisten plaats waren. Zo was er in Eindhoven zondagavond ook een schietpartij.